Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben Harry Kanters en mensen kennen mij waarschijnlijk van de jazzmuziek. Ja, we staan hier op het Ginnekemarktje en het Ginnekemarktje is mijn favoriete plek, eigenlijk tweeledig. Enerzijds ben ik opgegroeid in het Ginneke. Ik heb meer dan 20 jaar in het Ginneke gewoond, dus dit is een plek die mij natuurlijk na aan het hart ligt. Maar aan de andere kant staan we hier naast Café Boerke Verschuren en vroeger in de achterzaal daarvan was de Roaring Twenties Club gehuisvest, was de jazzclub van Breda, waar ik natuurlijk muzikaal ben opgevoed en vaak gespeeld heb en ook naar heel veel bands geluisterd heb, waardoor ik natuurlijk mezelf ook heb kunnen verbeteren. Het Bredaanse Jazzfestival is mij natuurlijk het mooiste festival elk jaar waar ik naartoe ga, waar ik deel van uitmaak. Ik zit zelf ook in de programmaraad, dus ik probeer me daar ook actief, probeer ik het verder te blijven helpen. Tijdens mijn zakelijke carrière heb ik ook nog in de buurt van Eindhoven gewoond en zelfs nog een paar jaar in Amerika gewoond. Allemaal leuke ervaringen natuurlijk, toen we teruggingen vanuit Amerika naar Nederland, toen heb ik met Barbara en met mijn vrouw ook afgesproken, nou, we gaan naar Breda en daar blijven we, daar gaan we nooit meer weg. Ja, ik heb in heel wat bands al gezeten, we begonnen in de Scat Cats en de Yo-Yo Swing Band. De Yo-Yo Swing Band is waarschijnlijk al de bekendste in Nederland. Ook wat eigen orkestjes gehad, Reeds and Rhythm en met mijn broer samen nog de KK's, waar we Nederlandstalige jazz deden. En nu zit ik in een kwartet hier in Breda, dat heet How About Rita. Vorig jaar tijdens het Bredaanse Jazz Festival heb ik mijn 40-jarig jubileum gevierd. En eigenlijk was dat al een hoogtepunt. Mijn naam is Harry Kanters en dit is mijn plek. Breda Nu. Je weet het meteen.